Ja, lieve vrienden, daar zijn we dan weer. Ja, het is, hoe laat leven we? 11:50 en het is 11 november, Sint Maarten eigenlijk, maar het is zondag. Astrid die zit er al, we zitten aan de koffie. Ik ga zo meteen, want ik heb mijn schort al aan, gehaktballen braden. En mijn andere gast, ja, die is in Aantal, maar hoe laat die komt, weten we niet. Nee, die is onderweg weg. Die zat bij. In de buurt van Utrecht, dus ja. Ze heeft nog wel even te gaan. Maar oké, okay, ze heeft oponthoud, want ze zijn logischerwijs weer aan het werk, aan het spoor. En Frodo, die is aan het rondjes draaien, die weet niet waar die naartoe moet, maar oké. Okay. Die gaat op de bank. Dat ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Maak er wat van. Het is hier heel erg vreemd weer. Bewolkt, blauw, zonneschijn, dan weer weg. We hebben al regen gehad. Ik zit in donker, zo, nou niet meer. Ik zeg dat, ja. We hebben hier van allerlei weerperiodes, hoe noem je dat? Weertypes over de hele dag, want het waait ook nogal hard. Je waait wat uit je kleding vandaan, nou, dat ik buiten was, boe. Maar oké, okay, maakt allemaal niet uit, kan de pret niet drukken. Wij gaan lekker door met die bananen en ik zou zeggen tot straks maar weer. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, ik zit even alleen. Astrid is buiten aan het roken. Ik zit met mijn gast, wat is appen, want die haar treinreis, dat liep in de soep. Ze moest ook nog een gedeelte met de bus, dus ja. Daarna heeft ze net gezegd van als ik in de trein zit, ze moest overstappen met de bus richting Alkmaar. En als ze dan in Alkmaar in de trein zit, dan zou ze even bellen en dan kan ik weg om haar te gaan halen. Dus ja, het komt allemaal goed. We hopen op een gezellige middag. En dat zal denk ik vast wel lukken. Ik weet dat ik me eigenlijk goed aan moet kleden, want het waait hier nogal hard. Tenminste hard, wat heet hard, stevig. En het is koud, ja. Maar dat doet er allemaal niet toe. Daar kun je je eigen tegen kleden, toch? Ja. Ik zou zeggen, tot later. Zo, jullie zien het. Weggekleed. Om weg te gaan. Het regent, maar ik moet er doorheen om naar het station toe te gaan. Om Femke te halen. Astrid blijft lekker bij Frodo. Om op te passen zodat hij zich niet weer gaat bevreten. En natuurlijk blijft ze ook lekker gezellig erbij. Want dan zijn we met z'n allen lekker blij. Ik zou zeggen, tot straks.
Lieve vrienden, ja, het is avond. Het is bijna 7:30. Tijd om Frodo, Eowyn en Gandalf eten te geven. Mijn gast, hoe heet het ook weer? Oh, jeetje. Femke is net de deur uit, samen met Astrid. Astrid brengt haar naar het station. We hebben net ook heerlijk gegeten. En ik heb de avond lekker voor mij alleen. Lekker rustig aandoen. Ik zal zo meteen even de diertjes eten geven. En ik wens jullie verder een hele fijne avond. Ik had jullie trouwens mee met de GoPro even naar het station om Femke op te halen. En ook weer even terug. Jullie konden zien hoeveel regen er was. Ja, oh, het was zo erg. Vreselijk. Ja, en dat ze thuis waren. Nou... We hadden de grootste bui, mooi op tijd thuis, ja. Het was vreselijk hoe het hier tekeer ging met regen. Het was gewoon wit en het ging zo gewoon over de weg. Het leek wel sneeuw, zo wit was het. Mijn hemel, maar ja, oké, maakt niet uit. Ik hoop dat jullie een hele fijne avond zullen mogen beleven met elkaar, voor elkaar. En ik wens jullie gelijk ook een welterusten met mooie dromen, gezond weer op. En ja, geniet van je nieuwe dag, zou ik zeggen. Morgen is het maandag, dus het komt allemaal weer goed. Voor degenen die werken, moeten werken ze. Voor degenen die naar school moeten, leer ze. En graag inderdaad tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei! Miauw! Wat wou je nog wat zeggen? Nou, dat mag wel. Doe maar. Doe dan. Nee, wil je niet, hè?
Nou, doei doei.